Nou mensen, welkom bij een nieuwe video. We zijn in Berkel bij de Vagen, even eten halen. Maar we gaan dus bij de Vagen zitten, weet je waarom? Het is echt ongelooflijk koud. Dat is echt niet normaal gewoon. En daar gaan we een beetje chillen en eten. Dus we zijn nu buiten, we hebben een filmpje gekeken. Welke film was dat ook alweer? Sausage Party. Sausage Party. Ja, dat gaat over eten. En dan denk ik van, als wij gekozen worden uit deze winkel, gaan we naar, weet ik veel, de hemel ofzo. Maar dan komen ze erachter dat ze gewoon opgegeten hebben. Super grappig. Ja. We kijken het gewoon, fuck it. Dat doen we gewoon, jongens. Toch? In de Vagen, zeker weten. Hij deed eerst raar. Maar we zijn er weer en ja, wat gaan we doen? Niks! We gaan helemaal niks doen. Nee. We zitten hier zo in de kou. Fucking koud. Auto, hou je bek. Auto, hou je bek. Maar het is echt, je ziet ook gewoon dat het koud is, eerlijk. Deur moet dicht. Zo. Lekker voor je. Fuck jou. Fuck jou. Nee. Grapje man. Kom maar binnen. Oké, jongens. Ik ben toch een tovenaar gewoon. Want ik ben weer buiten. Ik was eerst binnen. Maar we hadden een fucking goed idee voor de vlog. Dus let's go. Wow. En dan ben ik opeens binnen. Ik ben aan het editen nu voor Prittevie natuurlijk. Het kanaal waar je naar kijkt. En allemaal andere dingen. Het is super grappig. Jullie moeten sowieso deze vlog even uitchecken natuurlijk. Maar dat gaan jullie wel doen. Weet ik zeker. Hou je mond, Max. Hou je bek in. Dit is de oude Hollandse kaas. Oh, shit. Oh, ik ga lekker... Oh, ik ga lekker eten. Oh. Even naar de wisten. Ja, daar sta ik dan. Ik zat even kijken, want ik heb nu 3 colaatjes op. En ik denk dat ik gewoon super hyper de pieper ben. Hyper de piep, hoera. Maar ik ga even koffie maken. Dit is zo grappig, want kijk. Je zit zo te kijken van... waarom is dat bekertje daar zo? Dat bekertje is er omdat ik die zelf daar in de ochtend heb neergezet. Hij moet even geonderhoud worden. Shit. Ja, ik zag het. Oh, je had hem. Oh. Wat ga je doen? Wat ga je doen, flikker? Hij is fucking aan het spoelen. Hou je bek. Godver, hou je bek. Je gaat toch geen fucking... Hou je bek. Dankjewel. Dan vind ik dat gewoon... Nee, niet in mijn koffie. Niet in mijn koffie. Oké, dank je. Max. Max. Godverdomme. Ik zit heel de tijd jou te roepen, hè. En wat? Nee. Kom maar even hier met je... Nee. Godverdomme. Maar mensen, ik doe even mijn jas. Weet je, het is super koud hier zo. Echt super koud. Maar ik moet toch even mijn jas ophangen. Want ja, dat is netjes. En zelfs komt er iemand en die denkt van... Nou ja, het is nou een beetje te ijsberen hier. Dus ik doe gewoon even mijn jas hier ophangen en shit. Waarom is die heel de tijd allemaal dingen aan het flikken? Ja, jee, Dennis. Max. Nou, hij zit de hele tijd aandacht te zoeken bij de views die ik pak. Kijk, gaat hij weer. Ja. Ik vind een beetje soms een beetje raar hoor, moet ik zeggen. Ik zeg maar dat ik hem mag, want... Nou, hang hem even op. Gewoon doen alsof hij er niet is. La 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 la, Max is er niet. La 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 la. Dus Arthur, jij zit mij een beetje te plagen. Hou je mond! Jij zit me een beetje te plagen, hè? Wil je deze nog je terug? Wil je deze nog hebben? Wil je deze nog hebben? In de prullenbak. Niet in de prullenbak, gek. Kut, jong. Daar ga je echt voor boeten. Daar ga je echt voor boeten, flikker. Oh, ja, ga maar zo lopen als een kabouter. Nou mensen, dit was weer de video. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie het nou leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. En ja, ik kapstop het gewoon mee. Het is klaar. En trouwens, nog één vraagje natuurlijk. Vonden jullie deze aflevering nou super mooi? Zeg dat even in de reacties, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik zie jullie weer later.